Benjamin Haan, tweede titel. Ja, derde titel. Nou, ook, die was er ook nog. Moet optellen. Ja. Hoe tevreden ben je? Ja, ik ben heel blij. Kan niet echt blijer zijn, kan niet echt beter zijn. Misschien als we de limiet hadden gelopen vandaag, maar was niet mogelijk met die vent, denk ik. Benjamin, waar moeten we jou van kennen? Want we zien jou niet zo vaak op de Nederlandse atletiekbanen. Nee, ik ben hier net gekomen uit Amerika. Maar hopelijk zullen jullie mij meer zien. Wat zijn de plannen? Plannen kort termijn ben ik hier. Ik woon in Arnhem. Ik train met Loopplan Gelderland en Honoré Hoed. En ga op hoogtestage naar Sint Moritz. En dan mijn laatste wedstrijd, laatste limietpoging is in Heusden. Dan de EK en dan nog een paar baanwedstrijden. Dan terug naar Amerika. En daarna moet ik het uitvogelen. Dus hopelijk cross circuit in Nederland. En zeker indoor met de EK indoor volgend jaar. Maar dat weet ik nog niet. Hoe kom jij in Amerika verzeild? Mijn vader en mijn vader is Nederlander, mijn moeder is Amerikaan. En zijn hier, ze hebben hier elkaar ontmoet. En zijn ze terug naar Amerika gegaan omdat mijn vader daar was studeren in 1989. Dus ben ik daar in 93 geboren. En ja, zo heb ik het Nederlandse paspoort en zo heb ik die bond aan Nederland. Wat jij natuurlijk graag wil is ook naar het EK. Hè? Je bent nu Nederlands kampioen. Wat zijn nu eigenlijk de mogelijkheden nog? Want er is nog niet echt een limiet, maar hoe gaat dat verder? Ja, we hebben twee limieten. We hebben echt Nederlandse limiet, dat is voor de 10.000, 18.26 en voor 5.000, 13.33. En als je die loopt, dan ga je verplicht naar het EK. En dan heb je ook de internationale limiet. En als niemand de A-limiet gelopen heeft, de Nederlandse limiet, dan mag de Nederlands kampioen met het B-limiet, de internationale limiet, daarheen. Dus dat is 13.42 en 18.55. Dus ik heb wel de B-limiet voor de 10.000. Dus die kansen zijn vrij reëel nu? Ja, zeker. En ik heb een heel mooie kans bij een Heusden om heel hard te lopen. Het is nog een maand van training, kan ik echt fitter worden. Mooi, als je kijkt naar dat toernooi, wat verwacht jij van een EK atletiek? Nou, ik heb geen zin om naar zo'n toernooi te gaan als toerist. Dus als ik erheen ga, ga ik wel proberen zo hard mogelijk te lopen en met de kopgroep te gaan. Een medaille dit jaar is, ja, het is een klein kans daarvan, maar iedereen zit op dezelfde startlijn. Dus je moet nooit... Je moet altijd een beetje zelfvertrouwen hebben. Dat is een beetje een Amerikaans idee, toch? Ja, misschien wel. Zo is het. Ik bedoel, iedereen begint gelijk en aan het eind de snelste wint gewoon. Als je kijkt naar jou, wat is jouw PR op de 5000? 13.47. En op de 10? 28.44. Als je nu die keuze moet maken, ga je beide afstanden doen of zeg je nee, dan ga ik wel kiezen? Ik denk dat ik een betere kans op de 10 heb. Maar ik zou toch graag allebei gaan doen, omdat de 10 de eerste wedstrijd is bij de EK. En dan 4 dagen later is 5000. Dus ja, maar liever de 10.000. Vorm nu nog even flink aanscherpen. Misschien nog wel een echte limiet lopen in Heusden. Dat is een goede wedstrijd daar, hè? Ik denk dat het een heel goed kans is. Ik geloof dat ik in de tweede serie binnenkom. Dat is altijd een 13-20 wedstrijd. En ja, Honoré denkt echt dat ik in vorm ben nu voor 13-35. Over een maand nog sneller hopelijk. De training gaat echt ongelooflijk goed. Benjamin, dankjewel. Ja, dankjewel.